geïnteresseerd dat we nu een stukje filmen van het weekje weg. Wat we, oh, ik dacht dat. We zitten nu bij Nieuwbergen. En we gaan nu even een stukje fietsen. We hebben gisteren gewandeld. Het zou vandaag een van de warmste dagen worden. Het, 32, 33 graden. Dus op, ja, we zitten hier vlakbij de rivier. Dus het, we moeten weer een aantal keer het pontje over. Dat, dat zit erin. Dus het kost kapitalen. We hebben inmiddels 50 kilometer gefietst. En we komen langs de Vredeskapel. Daar gaan we even kijken. En je hebt hier gelijk een paar bankjes bij. En daar gaan we even ons fruitje opeten, denk ik. Dan komen we hier bij het Reindersmeer, hè? Ja. Ja, dus daar, daar zijn we gisteren zijn we hier rondgelopen. En nu komen we hier met de fiets. Gaan we het ronden. Nou, we gaan weer. We hebben weer alles gevuld en geleegd en gedaan. En we gaan nu even de spullen voor Marielle. Over 600 meter, sla rechtsaf. Even ophalen. En dan, dan gaan we richting Duitsland. Nou, we moeten even wat spullen ophalen voor Erik van Marielle. Maar dat, dat dachten we van nou. Maar het is echt een afhaaldag. Dus je raadt het nooit. Ik ben 75 geworden. En ik doe er niks aan, helemaal niks. Had ik gezegd, want ja, want 75, dat vier je toch niet. Dat zijn toch leeftijden, dat vier je toch niet meer. Maar ja, vanmorgen, je moet toch wat, hè? Vanmorgen werd ik toch wakker gemaakt. En toen kreeg ik een replica. En nou moet ik toch Ik moet een racefiets kopen waarvan ik had gezegd van nou jongens, als mijn ketting versleten is met mijn oude fiets, ik zeg dan koop ik geen racefiets meer, want dat, met die narigheid begin ik niet meer aan. En nou moet ik weer een nieuwe, nou moet ik weer een nieuwe racefiets kopen. Nou, ze hebben het toch niet. Ze hebben het toch niet kunnen laten om onder de boel te versieren. Nou, je kon het toch niet laten, hè? Nee, een beetje, een klein beetje, alles maar een klein beetje. Nou, kijk eens of en dat allemaal voor mijn verjaardag. Waar is Erik nou weer? Er is er een jarig, hoera. Erik, help. Hij doet het, oh dat kun je wel zien, dat is hij. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyperbiep, piep, hoera! Hyperbiep, hoera! Hyperbiep, hoera! In twee. Nou, je hebt grote nee. Jongen. Ja. Nou, dan even bewaren voor volgend jaar voor mama. Ja. Oh, ja. Geen paniek. We hebben echt niet een surprise party georganiseerd vandaag. Vandaag gaan we lekker appeltaart eten en een barbecue. Hele dikke verjaardagsknuffel van ons. Lies, Donnie, Inge, Desley. Dan de ijsbier, Silver en Marielle. En Erik natuurlijk. Oh ja, Erik staat er ook tussen. Ja. Ja, staat allemaal een beetje ons. Had niet goed. Lieve papa, open tuin, 75 jaar, van harte gefeliciteerd. Fijn dat je vandaag hier in Wasserval bent. Lees je cadeautje maar voor. Er komt nog een kleinigheid aan, maar dat werd te laat bezorgd. Ja. Nou, van harte gefeliciteerd. Oh, lieve opa, papa en tuin. Van harte gefeliciteerd, 75 jaar. Zelf vind je deze leeftijd niet heel grappig, maar wij vinden het fijn dat je weer een jaartje bij mag tellen. Een surprise party zullen we je besparen, maar wat geef je nu iemand die niet eens is, eens meer onderuit mag spelen en zelf van alles al heeft gedaan?
Rugby, softball, hardlopen, mountainbiken, racefietsen, skiën, snowboarden, wandelen, surfen, parachutespringen, golfsurfen, duiken en waarschijnlijk nog meer en nog wat activiteiten vergeten. Lastige vraag, maar dan is het fijn dat we kunnen surfen op het internet en we hebben weer wat gevonden. Ondanks je 75 jaar mag je dit doen. Voorwaarde is wel dat je sportief bent. Kat in het bakkie. Je kan het ook niet overal doen, dus het is wat verder weg van huis. Wat ga je doen? Samen met Marielle ga je met de auto op 9 september naar het zuiden van Duitsland. Zuiden van Duitsland. Daar hebben we een huisje gehuurd. De volgende dag gaan jij en Marielle een campingtocht maken. De tocht is ontwikkeld voor sportieve beginners en gevorderden. Springen, glijden, abseilen, zwemmen staan allemaal op de agenda in verschillende canyons. De canyons zijn langer, de kloven dieper en de tocht is uitdagender dan bij de basic canyon tocht. Je komt langs snelstromende watervallen, door ongerepte natuur en geniet van het koude bergwater. We wensen jou heel veel plezier met het cadeau. PS, mama blijft bij Erik Hette. Mama blijft bij Erik en Dixie op de camping wel gelegen in de caravan. Liefs, Esby, Sylvana, Jan, Johnny, Inge, Dan, Desley, Erik. Slaap jij ook in de caravan? En Marielle. Durf je dat wel aan? Ja, ik wel. Wat leuk! Dus dan gaan wij met z'n tweeën. Ja! Jij gaat niet mee. Ja, jij ook niet. Nou. Nou, dit is wel weer een verrassing. Maar ja, god, dat met zo'n, zo'n oude vent, je moet toch oppassen. Ja, want zo breek je je heup. Ja. Nou hadden we dit bedacht en toen kwam die man hier op de camping en die brak zijn heup. Ik denk nou, ja. Dat gaat goed. Dat gaat lekker. Ja toch. Wat grappig. Wat leuk. Ja hè. Met Marielle samen. Hey, lieve mama Gerda. 74 jaar van harte gefeliciteerd. Fluitend op naar de 75. Liefs, Erik en Marielle, je kleine meisje. Ja, het is zo. En een varkentje erop, zeg ik ja. Dat nou? Een chocoladeletter van ja, de, daarom. De met grote de G. Midden in de zomer. Nou, dat zou lekker zijn. Hoog slim. Leuk, een mooie leesreis. En we hadden hier een schrijver op de camping. Oh, die. Verhorst. Dus ik zeg, oh, een cadeautje voor mijn moeder. Het is niet zo'n leuk verhaal, maar ik dacht, dat is wel een grappig cadeautje. Van iemand van onze eigen camping. Ja, dat is hartstikke leuk. Die ogen, hè? Ja. Lelijker worden ze niet. Ja, en iedere keer rond jouw Ja, rond jouw verjaardag kom ik altijd tegen een loop katten tegen een vark aan. Dat zei Erik ook al. Nou, lelijke kan je... Oh ja, er stond nog zo'n lelijke. Die van die New York ook, met zo'n handje. Nee, die van, ja. Van New York, die vind ik echt leuk hoor. Ja, deze is nog wel schattig. Ja, deze is nog wel leuk. Een varken weer. Ik heb alle varkens van jou gehad. Het is een engeltje, hè? Oh. En een spaarpot. Dat is niet zo'n goed idee. Oh, die was op vakantie. Ja, die vonden we gewoon schattig. Ah, wat een leukertje. Ook een vorkje. Een hartje. Oh. Ja, die vond ik altijd lekker om mee op vakantie te nemen. Dus die bewaar ik voor een vakantie. Ah, je moet je er wel je best voor doen om dit te vinden, hè? Wij lopen daar gewoon tegenaan. Ja. We zoeken de hoek met de varkentjes en dan kijken wat is de lelijkste. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja, je als eerste maar... Nou, we gaan ons verjaardag, of mijn verjaardagscadeau voor vorig jaar gaan we nou eindelijk wisselen. En mijn verjaardagscadeau. Ja. Gaan we doen. We gaan naar de Hoonbrug in... bij de springschools.
En Erik, die hebben even een klusje gegeven. Tot hij in ieder geval vandaag een beetje zoet is. Nou, hier zijn we dus al een keer eerder geweest. Of inmiddels al drie keer, vier keer. Hier bij de springschans. En daarboven, daar heb je dan die loopbrug. Ja, daar gaan we straks lopen. Nou, dat is wel heel grappig. We hebben de hele tijd voor de lift gestaan. En nou, omdat we een kaartje hadden. Maar nou zijn we boven. En nou is kaartje niet geldig. Nou, een heel gedoe eigenlijk. Kijk, want daar staat een plat grondje. Jee, wat gaaf. Nou, gaan we kijken, slingert wel een beetje. Hij slingert behoorlijk. Ja. Dat zie je niet. Het is een soort... Ja. Dat zie je niet aan... de buitenkant. Dit is nog enger als het glas is. Nou, we zijn aan de overkant. Ik wou zeggen, we moeten ook. Beetje white beans. Oké, beter opvangen. Ja! Hey! We zijn gezellig aan het teruglopen met die honden. Maar Curry die gaat even zijn eigen wil, doet hij even. Hé Curry? Nou, we zijn er zo wat weer. Ja, hier komt hij wel. Even kijken of ze nog wat willen drinken. Zo. Hé Curry? Ja. Nou, we zijn er weer. We binnen er weer. Zo. Okay. Wat gaat hier allemaal gebeuren? We gaan helemaal op de film. Oh, we gaan weer feliciteren. Wat ga je doen? Gewoon? Voor het goede nieuws te vieren. Oh, ik zit naar jou te zwaaien. Oma krijgt het mij niet. Nee, maar we hadden het over je. Ik zeg, oh ja, ik zal Donnie nog even bellen. Dus bij deze. Oh, oké. Okay. Was je alweer vergeten? Ja, ik ben met van alles bezig, joh, internet en dat soort dingen. Ja, ik ben helaas een beetje te laat. Kijk uit voor die hond. Maar het regent toch niet, pa? Hey, ja, kijk, ik heb daar boven. We zijn aan het verhuizen. We kunnen hem toch oppakken met z'n tweeën, zet je hem eronder. Je moet even op de berg filmen, pa. Daar zie je het. Andere brokjes. Maar dat is nou dat bord. Waar ging jij nou zitten, Erik? Nou, het regent nog niet, hè? Nee. Het zit altijd aan de buitenkant. Ik mag even met mijn vrouw, anders is het weer vreemd. Ik zou het nu willen gaan zeggen, dat hoeft niet op de tape. Oh, ja, ja. Het is vandaag. Het is vandaag donderdag. Het is de 15e, gelukkig, hè, Tuin? Dus ik ben niet meer jarig. Dus het is wel een soort bevrijding. En we gaan nu even een stukje fietsen. Eigenlijk hetzelfde rondje wat we de vorige keer. Ook gedaan hebben. Nou, dit is wel een mooi paadje zo. Alleen, het is wel constant naar beneden dit. Dat is wel zo.
Dus straks moeten we dat hele stuk omhoog. We rijden hier over een oude spoorlijn heen. En daar hebben ze dus met wat ze heel vaak doen, een fietspad van gemaakt. Nou, hier zijn we ook weer waar we de vorige keer waren, in het centrum van Neschede is dat volgens mij. En we gaan hier even koffie drinken. We moeten niet in het zonnetje zitten. Nee hoor. Oké. Okay. Je hebt al een broek. Ja. Nou, toch een beetje ijsje. Waar ik zit te twijfelen van. Je moet het even doorhebben hoe die... Also keine Ballistik, nichts. Du musst nachladen, indem du den hier nach vorne drückst. Dann hast du geladen. Dann musst du das Gewehr so nehmen. Ja. Und dann musst du das quasi, darf man ziehen. Ja. Der hier, der innere Kreis von dem hier und der äußere Kreis von dem hier müssen übereinander liegen. Das heißt, die müssen eine Ebene bilden. Das ist ein Art Triathlon. Rundje laufen und dann schieten. Los, Marielle, zeig sie! Ja, ja, Ruhe! Noch ein Rundje! So, Marie. Rückwärts um 6 oder 7. Dann kannst du für den Lauf schon wieder zusammen. Was kommt für eine halbe Stunde? Ja, wir müssen extra Rundes laufen. So, noch eine Runde mehr! Hey, oh Mann. Wechsel! Uli, komm! Ja! Aber noch schießen? Was soll das sein? Drei Runden. Drei Strafrundjes. Kom op, Paul. Ja. Dus dat zitten we opeens in een biathlon. Ja. Nou, mooi geweest voor vandaag, hè? Ja. Team Oranje. Oh. Ariel, Don, dritter Platz hier drauf. Zweiter Platz Doris, Sven, Patrick und Doris. Das wollt ihr nicht auf den dritten Platz? Das ist jetzt drei. Oh. Du kannst dich auf den ersten Platz. Dritter Platz. Erster Platz, Whitecap. Patrick, Marvin und Uli. Hier, Uli, das die ist der Die werden nicht mehr. Nee, ich doch, wer ist denn da? Also Jochen ist auch. Na de training een biertje. Proost. Drie rondjes gelopen en dan. Ja. Zo, wer möchte sonst noch mit auf den Halbmarathon? Ik We zijn op weg naar Marielle, want ik ga morgen gaan we dan naar Zuid-Duitsland toe. We moeten doodje voor mijn 75ste. Ik mag niet mee. En voordat ik mag, moet ik het huis passen. Ja, normaal gesproken dan gaan we met de camper naar Marielle toe. Maar het is nu de eerste keer dat we met gewoon de auto gaan.
zijn er. Bij onze caravan. We hebben de spullen net even uitgeladen. En het regent hier ook. Goedemorgen. Goedemorgen, Tuin. Wat voor dag is het vandaag? Het is vandaag 9 september 2024. En jij gaat met Marielle canyoningen doen. Ja, en morgen wordt er regen verwacht. En koud. En het is, nou, het is niet echt koud. Het is 11 graden. 9 tot 11 graden. Dat is het, dus het valt wel mee. Ja. Kijk, Gerda die zal spullen nog eventjes aan het klaarmaken voor me. Doe je paspoort ook in hier waar je portemonnee zit? Heb ik mijn broodtrommeltje bij me? Ja, daar. Oké. Okay. We gaan zo'n beetje. Ja, nou. Nou, buiten is het wel lekker. Het is hartstikke lekker weer, vind ik hier. Het is er. Nou, we appen zo, hè? Ja, nou, doe. Let goed op je vader. Nou. Pas op elkaar. Nou. Nou, gaan we dan. Nou. Spannend, hè? Hoeveel verspanningen heeft dat ding? Gaan we dan. Gaan we dan, voor het eerste keer in ons leven. Met z'n tweetjes. Nou. Nou, we schieten al lekker op. Het is nog maar 559 kilometer. Het regent toch een beetje. Het is nog maar 322. Oh nee, 333 kilometer. Kijk, en nu rijdt papa. Het is toch helemaal niks? Nee joh, we hebben het hartstikke gezellig. Kippenstuk. We hebben net koffie gedronken, dat heb ik niet. Koffie. En we hebben fruitje. Fruitje, kiwi, vitaminebom. Vitaminebom, ja. Want we moeten sterk zijn vanmorgen. Het is droog inmiddels. Oh ja, de zonnetje schijnt. Nou. Ja. Nou, we zijn er nog steeds niet. Niet lang. We zijn even gestopt op een parkeerplaatsje. En even een. Wij hebben de bevestiging dat we naar een parkeerplaats moeten en daar moeten we heen met onze zwembroek aan. Daar krijgen we de neopreen pakken en onze schoenen krijgen we. En dan gaan we daar gaan we beginnen. Maar gelukkig hebben we de bevestiging en gaat het morgen wel door. You cannot drink alcohol. Als je bezopen bent, dan. Als je besoffen. Want als je besoffen bent, dan gaat het niet. Er is een changing room, directly on the side. Only nature. Oké. Okay. Ik heb het net gemist, ze stopt met rijden. We zijn er. We zijn er, we zijn gearriveerd. Ja. Ja, hier was dat bos hout voor de deur, dat heb ik gezien. Even aanbellen misschien. Moet je nou eens kijken. Wat voor ideeën. Je verdwaalt hier van wat, joh. Ja. Kijk met koffiecupjes. Je hebt allemaal verschillende. Ja. Oh, maar we kunnen ook koffie. Nou, Marielle is gelijk alles aan het inpakken en uitpakken. Ja. En koffie. Hebben we gelukkig. Dus we hoeven niet. Nou, we moeten toch even een stukje lopen. Na zo'n hele dag in het autootje gezeten. Dus het mottert een beetje. Maar het is wel een mooie omgeving hier. Dus even kijken. Kunnen we erin? Jawel. Ja, dit is open natuurlijk. Kaarsje aansteken. Nou, gaan we nog even een biertje drinken hier. Geweldige tent, hè? Ja, dat is echt. Echt een hele volle bak, hè, daar. Ja. Nou, proost dan.
op de canyoning. Ja. Waar ben ik? Oh, daar. Oh ja, ik zie het nu. Zie je hem? Ja. Ja. Nou, en wat eten we vandaag? Het is maandag. Op maandag. Eten we gewoon bloemkool. Gewoon bloemkool. En een lapje. Nou. Nou, wie had dat nog gedacht? Nou, goedemorgen. Goedemorgen, koffie is nodig. Marielle, net het ontbijt. De lunch heb ik gemaakt. Oh, ook dat nog? Ja. Dus. En we hebben heerlijk geslapen. Nou, de bedden waren alles oké. Ja. Het ligt aan de leeftijd. Nou, hoe ver moeten we nog? 55 kilometer. Oh, dat is niks vergeleken bij gisteren. En het regent een beetje. Ja. Dus dat is wel even lekker, want dan hoef je niet zo door te komen in straks in het water. Dan ben je al een beetje nat. En het is in Oostenrijk, hè? Ja. Pap heb de route 10 keer bekeken. Ja. Als het aan mij had gelegen, hadden we heel ergens anders begonnen. Dus maar nou, goed dat hij dat nog. Dit zit goed. Oostenrijk. Gaan we even de tunnel tellen? Nou, we hebben het gevonden. Denken we. We rijden nog even door. Oh kijk, we gaan straks van die glijbaan af. Ja, dat is rijden. Zo, nou, een volgende moment sta je al in een wetsuit. Ja. Het moest opeens snel. Anders werden we nat. Zo. Kan ik de GoPro meenemen? Yeah, you can take your trip, but we will also have our one on the camera. So, if you have it with you, it can get lost or get wet. Nou, het advies is om de GoPro niet mee te nemen, want een hele goede kans dat die sneuvelt. Dus ze maken opname voor ons, dus het, dit is even het laatste. En dan komen we hier weer terug en dan zien we hoe het geweest is, toch? Ja.
we zijn er weer. Helemaal heel? Helemaal heel. Een beetje bibberig. Beetje koud. Beetje koud. Maar het was echt super. Maar het was heel erg leuk. Super. Ja. Nou weer een beetje opgekleed. Even warm worden. Zo. Hallo. Dan weer een mooie slingerweg terug. Wel hoog. Wow. Heb je daar de berg? Gaat er weer volgens. Oh, ja. Oh nee, gaat toch weer terug. Zo. Ja, we zijn begonnen. Moet het grote licht uit of niet? Nee hoor, kunnen we het beter zien. Hè? Ja? Ja hoor. En gelijk naar thuis appen. Ja! Wat staat er op dat papiertje? Ja, dat ik heb gewonnen. En ik heb je nog geholpen ook, hè? Al zeker uit nog maar het huis erop gezet. Want we weten het niet, hè. Hadden we dat nou al op de film. En we gaan nu... We gaan nu naar het andere dorp lopen, want dan gaan we eten. Berg af, dat gaat wel goed. Ja, we moeten straks terug berg op. Dat is wel weer wat lastiger. Oeh, het is koud buiten, hè? En wij dachten dat het dan donker was. Ja, ik dacht echt wel. Nou, het was even een kwartiertje lopen. Half uurtje, hoor ik. En nou, hier zijn we gisteren dus ook al geweest, maar toen zat het helemaal vol. Dus we hebben nu gereserveerd. We gaan hier eten. Nou, we zijn er inmiddels. En, maar het is vandaag dinsdag. Dus dan hebben we een schnitzelkaarten. Alle schnitzels 15,90 euro. Sorry? Alle schnitzels 15,90 euro. Ja, ja, ja. En ik neem een Tiroler schnitzel. Neem ik hier. Met een bier erbij. Hè? Ja. Oh ja, dat ben ik vergeten. We hebben net alle foto's hebben we gekregen. En ik dacht dat er ook filmpjes bij waren, maar het zijn allemaal foto's van wat we vanmiddag gedaan hebben. En ik sta er een paar keer goed op. Marielle een beetje wazig. En het is wel een leuke tent. Het is minder druk dan gisteren, vonden wij. Nou, ik moet zeggen, het zit eigenlijk vol. Ja. Maar we zijn nu om 7 uur. Hoe laat waren we hier gisteren? Half 8. Ja, dat ziet er goed uit, dat Marielle. Hé, we gaan eten. Ja, wat dan? Yummy! Nou, nog laatste nog eventjes een ijsje. Daar heb ik mijn verjaardag wel gehad, vind ik. Ja. Ja. We lopen nu rond een uurtje of 9. 8:15, wat zal het zijn? Ja, zo lopen we hier dan met z'n tweeën. Op dinsdagavond. Op dinsdagavond, gearmd. Ja. Ja. En Nederland-Duitsland speelt. Ja. Al die mensen zie je denken. Ja. Maar nou, er is wel scheid aan, hè? Ja. Nou, we zijn weer druk aan het inpakken. Heel druk. Ja, heel druk. Marielle, die heeft alweer een ontbijtje gemaakt. Nou, gemaakt. Ja, kijk maar, zie je. Ja, je zal het niet geloven, maar het zonnetje schijnt. Hé. Hey. Lekker, dus, hè? Ja. En prachtig mooi weer. Nou, nee, het is daar verder ook al wel bewolkt. Nou, we zijn bij McDonald's geweest. Dat hebben we niet gefilmd, maar we hebben het wel gedaan. En Marielle die moet nou weer 2 uur rijden. Moet, hè? Ja, moet. Want ze viel in slaap. Nee. Jawel. Ja, we zitten hier bij een Italiaans restaurant. En we moeten wat bestellen, maar daar zijn we al 20 minuten mee bezig, denk ik. Ja. We zijn ongeveer, nou toch zeker, een uur, anderhalf uur later en we hebben ons voorgerechtje pakken. Zo hé. Nou, we rijden weer weg naar het Wasserval vandaan. Ja, wij gaan naar huis, dat was hartstikke leuk. En ik dan in Oostenrijk, was heel leuk. Maar, we gaan nu weer.